Verhuis op Schagen. Echt alles voor jouw verhuizing. Dit is een hoofdkwartier van de Duitse luchtverdediging. En die is gebouwd in het eind van de oorlog, 1944 in gebruik genomen. In de duinen bij Huis Duinen staat een uniek bunkercomplex. Dankzij de vorm van de toren staat het bekend als de Kroontjesbunker. Het bouwwerk is een belangrijk onderdeel van de Duitse Atlantikwal. Van dit type zijn er maar weinig gebouwd. Vijf in Nederland, 9 in Europa totaal. En daarvan is deze als enige nog over in Nederland. En in Denemarken is er nog één en in Frankrijk is er nog één. Alleen die zijn beide niet toegankelijk. Dan maakt dit een unieke bunker eigenlijk? Ja, dit is een hele zeldzame bunker en hier moet je heel voorzichtig mee omgaan. En vandaar dat we besloten deze terug te brengen in de originele staat. Dit is de werkstad, zoals dat heet. Dat is een heel klein werkplaatsje. Al 5 jaar lang besteden de vrijwilligers elk vrij weekend om de bunker op te knappen. Met slechts een paar man sterk hebben ze al heel veel werk verzet. Het massief betonnen gebouw lag er slecht bij toen ze begonnen. Nou, de bunker is jarenlang door Defensie gebruikt. De brandweer heeft direct na de oorlog hebben ze hier gasmaskeroefeningen en persluchtoefeningen ingehouden. Er is een trainingsbaan van de marine in geweest, een stormbaan en dergelijke. De jeugd hebben feestjes ingehad. Nou, dan weet je wel hoe de bunker eruit ziet en dat moet eruit. Nou, dit is dus de ruimte waar de telefoonmeldingen binnenkomen van zowel de visuele waarneming als de radarposten in de duinen. Waarom is dit voor jullie als groep zo belangrijk om hiermee bezig te zijn? Wij zijn als groep verzamelaar en daar wil je iets mee, dat wil je laten zien aan het publiek. Je wil het verhaal bewaren van Den Helder. Het wordt steeds kleiner, het verhaal. Op een gegeven moment hou je er maar 1 zin over. En om dat te voorkomen moet je proberen om daar een duidelijk verhaal in te krijgen. En dat doe je het beste in een grote bunker. En ja, dan is dit een uitgelezen kans. Betekent dat mensen hier dus van harte welkom zijn? Ja, op de open dagen, 4 en 5 mei onder andere, bunkerdag en stellingweekend, monumentenweekend en op eerste kerstdag zijn ze hier welkom.